Grootste kindersponsorloop. Duim op voor alcoholmatiging. Zwingend eerbetoon op Waalkade. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Zieke kinderen helpen door te rennen. Dat is wat zo'n 1600 kinderen woensdag ertoe bracht om in het Nijmeegse sportpark Brakkestein de benen uit hun achterste te hollen. 'S Ochtends was het de beurt aan leerlingen van 4 basisscholen. 'S Middags zetten jeugdleden van een 7-tal sportclubs hun beste beentje voor. Ze werkten zich in het zweet voor 2 doelen. Running Nijmegen en het Ronald McDonald Huis in Nijmegen. Waarom 2 combinaties? Wij organiseren nu voor het 3e jaar de mini-golpenrun. En we kwamen bij het toevallig wijze achter dat het Ronald McDonald Huis in Nijmegen eenzelfde soort initiatief wilde ontplooien eigenlijk voor dit jaar. Dus toen zijn we gewoon contact gaan zoeken en hebben besloten om meer waarom niet als waarom wel. Dus hebben we gewoon gezegd van we steken de handen samen in één en we organiseren samen een nog groter evenement dan dat we in de 2 jaren daarvoor hadden gedaan. Het doel van het Ronald McDonald Huis is een thuis ver van huis voor ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in het UMC Sint Radboud. Dus wij vangen ouders, broertjes en zusjes op zodat zieke kindjes nooit alleen hoeven te zijn. En hoeveel denkt u te gaan opbrengen met deze sponsorloop? Ja, en het goede doel van Running Nijmegen, want dat is natuurlijk een ander goed doel, is in ieder geval Mijn Radboud Thuis. Een project om kinderen van iPads te gaan voorzien, zodat ze kunnen contact houden als ze thuis zijn met hun Nijmeegse arts in het kinderziekenhuis hier. En als ze hier zijn, kunnen ze weer contact houden met hun vriendjes en vriendinnetjes en hun artsen in hun eigen woonplaats. En heel toevallig hadden we gisteren even, dat was niet toevallig dat we contact hadden, maar toevallig hadden we het gisteren over, wat gaan we nu denken we ophalen? En we kwamen ongeveer op zo'n som van €30.000, wat we totaal, dus de 2 goede doelen bij elkaar vandaag gaan opbrengen. Dus een behoorlijk bedrag. Maar goed, daar gaan ook ruim 1500 kinderen voor hardlopen. Waarom vind je het zo belangrijk dat kinderen dit soort sponsorlopen doen? Nou, ten eerste natuurlijk het goede doel. Ik bedoel, we doen de sponsorloop voor het goede doel. Maar daarnaast natuurlijk vind ik het goede doel is het belangrijkste onderdeel. Maar wat ik ook heel leuk vind en wat ik soms ook teruggekoppeld krijg, is dat jongeren die vandaag hier gerend hebben later misschien zeggen van, toch vond ik dat rennen wel leuk, ik ga ook sporten. En dan bevorder je niet alleen het goede doel, wat natuurlijk het hoofddoel is, maar ook gewoon dat kinderen gaan aanzetten tot bewegen. En kinderen zijn samen lopen en hebben plezier, worden gestimuleerd. Hier kun je niks verkeerds over zeggen, dit is alleen maar positief. En hoeveel rondjes heb jij gelopen? 13. Dat is best veel. Ben je uitgeput? Ja. En waarom loop je eigenlijk mee? Gewoon omdat ik er heel zin in had. Voor de zieke kindertjes? Ja. Voor het goede doel? De PVV heeft dinsdag een blanco stem uitgebracht tijdens de voordracht van de Nijmeegse strafrechtdeskundige Ibo Boeruma voor een zetel in de Hoge Raad. De partij was het niet eens met de benoeming van Boeruma omdat hij te politiek zou zijn en de vergelijking zou hebben getrokken tussen Wilders en Mussolini. Boeruma's benoeming komt door de blanco stem niet in gevaar. Vanaf april gaan de Rijnhal en de Eusebiuskerk in Arnhem verder met een eigen bestuur en personeel. De overkoepelende stichting kwam eind 2009 in de problemen door de financiële nood van de Rijnhal. De Eusebius Stichting schoot toen €261.000 voor, maar dat geld kan de hal niet terugbetalen. Bestuursleden die in beide stichtingen zaten stapten 1 voor 1 op. Ook de rechtspositie van het personeel bij de verkooponderhandelingen bleek zwak. 3 redenen om als zelfstandige stichting verder te gaan. De politie heeft al 20 aangiftes binnengekregen tegen regionaal autocentrum A15. Waar de met diepladers weggehaalde auto's zijn, is de politie nog een raadsel. Gedupeerden hebben de handen ineengeslagen om zo sterker te staan bij de schadeloosstelling. Sommige klanten hadden al €10.000 aanbetaald. Met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of er een vervolgonderzoek komt. De GGD wil in het kader van het zogeheten uitstapbeleid 15 Nijmeegse straatprostituees uit het wereldje halen en helpen bij een nieuwe toekomst. Nijmegen kent enkele prostitutiepanden aan de Nieuwe Markt en een tippelzone met afwerkloodsen aan de Nieuwe Markt. Daar werken momenteel 42 vrouwen volgens het pasjesysteem. Alleen de vrouwen die er al voor 2005 werkzaam waren, kunnen een pasje krijgen. Als de deelnemsters uit het wereldje blijven, betekent dat dus niet dat er automatisch pasjes vrijkomen voor andere vrouwen. Dat veel jongeren wel eens of geregeld alcohol drinken is bekend.
Maar hoe je drankgebruik binnen de perken houdt of zelfs ontmoedigt, blijkt in de praktijk best lastig. Lex van Drongelen, rector van het Pax Christi College in Druten, weet zich toch succesvol in te zetten voor het ontmoedigen van drinken door jongeren. Hiervoor kreeg hij woensdagochtend de eerste Durf Nu duim. Nou, we waren heel verrast. We hebben het vlak voor de voorjaarsvakantie gehoord. En ja, we wisten dat we wel een paar goede stappen aan het zetten waren, maar dat er al zoveel waardering voor zou zijn, nou, daar zijn we positief door verrast. En hoe reageerden de jongeren op deze prijs? Nou, wel aardig. Inmiddels, je merkt dat die stappen belangrijk zijn, want in het begin was het zelf al overdreven. En inmiddels zijn een aantal leerlingen die eerst overdreven riepen, die zeggen, ja, dat is eigenlijk wel goed, laten we hiermee doorgaan. Dus jullie hebben de alcohol weggehaald en dan tegenover zetten jullie prijs in? Ja, we zetten af en toe. We proberen een leuke act te organiseren. We steken er gewoon op dit moment wat meer geld in, maar dat is even een investering voor de toekomst. Om gewoon die omslag te maken. Het is niet zo moeilijk om te zorgen dat te jonge leerlingen geen alcohol, maar om de leerlingen die wel mogen drinken, is wat minder te laten drinken. Dat lukt bijna niet. Dan te zeggen, nou stoppen we eens even met die alcohol. En dat hebben we gedaan. De andere scholen in de omgeving, zijn die ook enthousiast over dit project? Ja hoor, wij merken dat ook andere scholen dergelijke initiatieven nemen. Ja, het alleen het aardige is, we zijn in deze regio, zeg maar, de school voor het land van Maas en Waal. En de lijnen zijn kort, dus voor een streekschool is het gewoon wat makkelijker soms om een paar van die stappen te nemen. En ja, daarbij zijn we op dit moment een beetje een voorbeeld, maar ik hoop heel gauw dat de anderen volgen. De opkomst bij de jongeren dan, bij die feesten, zijn die nog wel groot? Dat moet nog een beetje aantrekken. We hadden vorig jaar een feest met alcohol, er waren er 1000. En we hadden in november ruim 200. En we mikken nu, ja, met de scooter op 600-700. En we hopen ze op de streep te trekken. Martijn Planken, projectleider regionaal alcoholmateringsproject, wil met deze prijs ouderen meer stimuleren om jongeren van de drank af te houden. Deze prijs is eigenlijk een stimulans voor de rector van het Pax Christi College om vooral verder te gaan met de ingeslagen weg. De rector heeft heel duidelijk een visie op hoe je op school met alcohol om zou moeten gaan. Dat je namelijk als school een alternatief moet kunnen bieden. Jongeren leren dat feesten zonder alcohol ook gezellig kan zijn. En dat waarderen wij ten zeerste omdat het, ja, veel weerstand opwekt. Maar hij gaat gewoon door met deze ingeslagen weg. En daar stimuleren wij hem heel graag bij. Nu maar hopen dat u nog meer duimen mag uitdelen. Ik hoop dat wij in de komende jaren heel veel duimen mogen uitdelen. De Nijmeegse Waalkade kent tijdens de komende Vierdaagse feesten dan wel geen grote namen meer. Sfeervol, gezellig en druk wordt het zeker. Tenminste, als het aan mijn Wijnhoven ligt. De eigenaar van hotelrestaurant De Wolfsberg runt sinds enkele jaren ook tributeparty.nl. Met een aantal coverbands en andere artiesten ontfermt hij zich dit jaar over de exploitatie en programmering van de Waalkade. Degene die hier voorgaande jaren de exploitatie deed, die vond het te kostbaar worden en is ermee gestopt. Waarom is het voor u wel een uitdaging om het nou te gaan proberen? Op de eerste plaats, voor de vorige eigenaar kan ik niet praten natuurlijk. Dat is zijn beslissing, daar zal hij zijn motivatie voor hebben. Doet dat ook al bijna 20 jaar, kan ik me voorstellen. Als er een nieuwe formule komt, die door het ACBN eigenlijk neergezet is, dat hij dan zegt van, voor mij niet meer. Wij zien het als een uitdaging en wij gaan er iets moois van maken. Kunt u al iets meer zeggen over de programmering? Wij gaan anders programmeren. Wij gaan een gevarieerd programma neerzetten. Wel thematisch, typetjes. Denk aan een avond Nederlandstalig lied. Denk aan een avond Duitse slagers. Er komt een Duitse slagerband die in Duitsland gewoon de Duitse slagerband is. Dat is de grootste. Dieter Thomas Kuhn, die hebben we in ieder geval vastgelegd. Die staan dit jaar ook op de Zwarte Cross en op Paaspop. Voor de rest zullen de tribute bands zijn, 60s bands, etc. Het wordt een heel gevarieerd programma. Al zullen er ook andere bands spelen op de Waalkade, coverbands ontbreken er niet. Het fenomeen lijkt dit jaar erg populair. Het Joris Iversplein, voorgaande jaren nog dé plek voor liefhebbers van het Nederlandse lied, is komende editie door organisator Enjoy It Events omgedoopt tot het Tributeplein. Ja, want u runt naast Hotel de Wolfsberg ook tributeparty.nl. Ongetwijfeld zullen er dus ook tributebands staan. Ergens anders in het centrum Joris Iversplein komen nu ook tributebands te staan. Bijt dat niet? Ja, dat zou kunnen. Kijk, als we kijken naar tributebands. Tributebands op zich zijn, is een band die covert. Die doet één ding, één typetje, één band. Helemaal goed.
En een coverband, die zitten door de hele stad heen. Die brengen het repertoire, een mix van diverse bands, artiesten. Ja, wat is het grote verschil met al die bands die dan verder in de stad staan? Dat is dat die band dat ene typetje doet. Ja, ik denk niet dat dat elkaar allemaal hoeft te bijten. Waar exploitanten ook vaak tegenaan lopen is, ja, ze moeten het van de bar omzet hebben en mensen brengen massaal hun eigen drank mee. Neem je daar nog voorzorgsmaatregelen voor? Nou ja, ik hoop dat de mensen het besef krijgen dat die exploitanten al die bands alles moeten betalen wat daar staat. En dat ze dan ook gewoon een biertje bestellen gewoon aan de bar bij ons. En dat ze die blikjes thuis laten. Wat verwacht je van de komende editie? Ja, dat wordt die Waalkade, die gaat gewoon swingen. En ondanks dat dan die grote artiesten er misschien niet komen. ACBN gaat hier, dus de Vierdaagse Feestenorganisatie, gaat hier volop straattheater doen. Dat wordt één lint van gezelligheid, entertainment, etc. Tot zover het Kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Koken, niet uw grootste hobby? Wel van de Vlaamse keukenprinsen van Let's Cook It TV. Direct na het weer. Natuurlijk hier op Kanaal 13.